Gesleutel aan de splinternieuwe fietsenstalling voor het Centraal Station. Wie daar wel eens parkeert, merkt dat wel vaker. De rolbanden zijn hier regelmatig kapot. Volgens mij ben ik oprecht hier nog niet geweest dat ze allemaal werkten. Altijd als ik hier langskom, is er één van de zes is er wel kapot. Doet hij het hier niet? Kijk, wacht er. Oh ja, ja. Ik wilde eigenlijk net een Snapchat gaan maken met another day, another kapotte roltrap. Wat ik niet heb gedaan uit respect voor de roltrapfixers. Maar je kan ook nergens meer je fietsie kwijt, dus je bent ook eigenlijk verplicht om hierheen te komen. Oh, ga maar. Ja, ga maar. Ga maar. In één woord, wat vind je ervan? Ruk! Al direct na de opening in januari lagen de banden vaak stil. En inmiddels geeft de gemeente dan ook toe, dit zijn geen kinderziektes meer. De storingen blijven terugkeren. En dat voor een stalling van tientallen miljoenen. Het is erg, want het is onze belastinggeld volgens mij die dat doet. Het kost wat, denk ik, ook om het elke keer weer te laten maken. Ik vind het best jammer voor de mensen die niet kunnen lopen of trappen kunnen klimmen. Maar ik kan beide, dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik bedoel, er is zoveel om te klagen in Nederland, dus waarom klagen om dit? Dus. Bij de stalling aan de IJzijde, die een paar weken later opende, zijn er al ramen ingeslagen en schuifdeuren kapot. Ook is er onvrede over dat die 's nachts dicht is en soms zelfs te laat open gaat. Van de week was ik hier om 9:15, toen was die ook gesloten. Dus daar mogen ze nog wel wat aan doen. Liefst gewoon 24 uur. Ja, nu al twee keer of zo, dat ik dan hier aankom om 8:00 en dan zou het om 7:00 open moeten zijn en dan is het dus gewoon nog niet open. Ook zijn veel bezoekers niet te spreken over dat je moet betalen als je je fiets langer dan 24 uur parkeert. Ik kan het betalen, maar er zijn genoeg mensen die het niet kunnen betalen en die moeten hun fiets dan op de dam zetten. Gaat toch iedereen overal al staan met de fiets? Ik zie ze al daar bij de Hamerstraat staan. Nee, het zou natuurlijk beter zijn als die deuren gewoon open waren en die roltrap het zou doen. Maar ja, ik overleef het wel. De gemeente weet niet waarom de rolbanden het laten afweten of wanneer het weer is opgelost. En zegt met de leverancier hierover in gesprek te zijn. Succes met de niet werkende roltrap. Ja, oké, dankjewel. Ja, het lukt me best wel. Oké, doeg. All right.